U ziet hier 36 aanvulzinnen van het examen spreekvaardigheid A1. U gaat 36 foto's zien. Bij elke foto staan 2 zinnen. De tweede zin is niet af. U moet de tweede zin aanvullen. Meestal is 1 woord genoeg. Succes! Michael houdt niet van tennis. Hij houdt meer van... Mijn vader loopt met een stok. Mijn vader is... G is op de markt. Hij ziet... Ivan wil gezond zijn. Hij drinkt geen... Rico krijgt een prik. Hij is... Tess eet veel fruit. Fruit is... Anna is bij de dokter. Ze krijgt... Arif wacht op de bus. De bus komt... Lia wil meer geld voor haar werk. Dan kan ze... Abdul stuurt zijn familie elke week een e-mail. Hij schrijft dan over... Laila moet elke dag vroeg opstaan. Soms is ze... Christo heeft dorst. Hij drinkt een glas... Het is koud in het huis van Faiz. Hij wil... Sjaak werkt in een fabriek. Daar werkt hij... Anna is niet blij met haar huis. Ze vindt haar huis. Paul gaat vroeg naar bed. Hij moet morgen...
Imani vindt school leuk. Zij houdt van... Alex is ziek. Hij heeft pijn aan... Amel sport graag. Sporten is... Lea is in het ziekenhuis. Ze wil... Manuel is buschauffeur. Hij rijdt... Het is stil in de klas. De leerlingen... Mijn broer zingt veel. Hij is... Kwasi is chauffeur. Hij rijdt... Omid leest 's ochtends altijd eerst de krant. Daarna gaat hij... In een grote stad wonen veel mensen. Ik vind dat... Het is slecht weer. Gaan we met de... Han heeft zijn diploma gehaald. Hij gaat nu... Ik eet nooit kip. Dat vind ik... De koning is op het nieuws. Hij vertelt over... Mo en zijn familie spelen een spel. Daarna gaan ze... Het is druk in de stad. Er zijn veel... Mevrouw Perez heeft geen auto meer. Nu moet ze... Lea eet graag in een restaurant. Zij vindt dat...
Jessie moet langer werken vandaag. Ze mag pas om 8 uur. Lucia heeft haar been gebroken. Nu kan ze niet. Dit waren 36 aanvulzinnen van het examen Spreekvaardigheid A1. Dit materiaal is gemaakt door AdAppel Taaltrainingen. Succes bij het examen!